Ja, goedenavond, je bent maar zo positief wel. De drietal vast om een fatale ruzie op de Wallen. In Brussel zijn drie mannen opgepakt voor de dodelijke vechtpartijen van begin vorige maand op de Wallen in Amsterdam. Daarbij kwam een 32-jarige man uit Voorthuizen om het leven. Drie Romeinse verdachten werden dit weekend aangehouden. Arrestatie werd bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De vechtpartijen werd al eerder behandeld door het programma. Toen werden beelden vrijgegeven van de confrontatie tussen de vriendengroep van het slachtoffer en de drie verdachten. Het signalement van de Romeinse mannen werd ook in België verspreid. Dus drietal vast om fatale ruzie op de Wallen in Amsterdam. Dit is vandaag naar voren gebracht door een politiebericht. Massa positief ook. Tot de volgende keer.